plezier te bezorgen en te zorgen dat we muziek hebben, liedjes hebben in ons eigen Valkenbergs, die voor allemaal kunnen zingen, want in een Hollander kan dat ook met zingen, want er zijn een hoop liedjes voor Lala en Vuurkum. En we hebben het, en dat is geen flauwekul, al jarenlang niet zo lastig gehad wie dit jaar. We gaan beginnen. Het eerste jurylid, Noël Astouwel schrijven. Nummer 1, Cor Meijer. 6 punten. In ons stamcafé, in ons stamcafé. Vele veros toes. La 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 la. Lang leven de stamcafé. La 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 la. Nummer 2, de Kletschkup. 9 punten. 3. Jan Haas, 6 punten. Op carnaval, want van die sfeer en van die stemming, daarvan houd ik bovenal. Ik ben gek op carnaval, behuurse prinsen zien erop met hun vaste lovenskal. Nummer 5, Jordi Schwillens, 8 punten. De poloen is de buurveral, dat ving ik toch maar vaag. Het wordt langzaam aan een stier tot weer gaat nu schuls in de grond. Ik heb me al het liefst bedacht, dus kan ga vast maar stof. En 7, Rowena, 11 punten. Zet oera voor de spiegel, met schmink gaat me gezien. Ik kotse op mijn wangen, en ben nog geen de maag. Wat kwaad is niet verlangen, ja, nou die drie doden. En er blijft nog één plaats over. En die is voor nummer 4. Er is wel één maatje bij, dat heeft de Meritofilus gevraagd. Sascha heeft nu gewonnen, maar de Meritofiel verwacht wel de volgende keren tot er optreedt, tot er allemaal die vijfde danseressen meebracht, hebben ze me gezegd. Mogen de winnaar, maar eigenlijk hebben we vandaag twee winnaars, want er is ook nog een publiekswinnaar en de publiekswinnaar, en dan blijkt gewoon dat zo'n verkiezing toch heel eerlijkheid wordt eigenlijk Sascha. Alleen de Meritofiel heeft dus besloten dat de publiekswinnaar dan degene wordt de tweede is bij het publiek en dat is Rowena. Onderaan de berg, joh, door steen, die kleine dwerg en de dink, wie kom ik bovenaan de top? Moet ik door het water zwemmen, moet ik hals op boven klimmen of loop ik nu als gewoon de berg op? En de golven! Onderaan de berg, joh, de steen, de kleine dwerg en de dink, wie kom ik bovenaan de top? Zwaar meteen gewoon ik vliegen, in het water boven vliegen, dan zo niet meer onderaan, maar boven door. Als de gans klein bist, dan wil ze water zien. En doet het veel te lang totdat ze jurig bist. Alle problemen, die los ik zelf op. Voordat ze het wist, wist ik ries op die ne kop. En de boven! Onderaan de berg, joh, de steen, de kleine dwerg. En de wind, wie kom ik boven aan de top? Moet ik door het water zwemmen, moet ik hals door boven klimmen. Of loop ik nu als gewoon de berg op? Als du niet sterk bist, dan musst du schlimmer zien. En vertrouwen hebben dat ze toch veel zelf kind. Alle problemen, die los ik zelf op. Voordat ze het wist, steist de boven aan de top. En de golven! Onderaan de berg, joh, de steen, de kleine dwerg. En de wind, wie kom ik boven aan de top? Moet ik door het water zwemmen, moet ik hals op boven klimmen. Of loop ik nu als gewoon de berg op? Onderaan de berg, joh, de steen, de kleine dwerg. En de dink, wie kom ik boven aan de top? Zwaar meteen, dan kon ik vliegen, in een vaart ook overvliegen. Dat zo
nicht mit unteran der Kuchen hoch. Eine Klappe! Unteran der Berg, ja, da stehen ne kleine Zwerg, an der Wind, wie komm ich oben an der Top. Muss ich durch das Wasser schwimmen, muss ich ganz so hoch klimmen, auf glaub ich ne ganz gewundert Berg hoch. Hopp, hopp! Unteran der Berg, ja, da stehen ne kleine Zwerg, an der Wind, wie komm ich oben an der Top. Zwar mit deiner kann ich fliegen, in ein Wasser hoch fliegen, dann stu nicht mehr unteran der Kuchen hoch. Dankjewel, Valkenberg. Ondertussen moet je naar deze uitzending de oliebollen en de champagne zijn vergeten, want bij ons begint het carnavalsgevoel al aardig te komen aan. Zeker, maar denk vooral aan informatie door te sturen. En kijk naar de volgende uitzending. Ik wil TV Valkenberg bedanken voor de geweldige opnames wat ze hebben gemaakt. Op Wieverbal, grote optocht van Sub en zeker in Valkenberg, waar ze een marathon uitzending hebben gemaakt. En wat bij veel, heel veel goed in de smaak is gevallen. Daar wil ik ze zeker voor bedanken en ook voor dit interview.